Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de RET. Als je 100 jaar bent, dan moet je dat ook kunnen vieren dat je 100 jaar hier op aarde rondloopt natuurlijk. Ik ga een kerstmarkt organiseren. Ik heb geen zin om ziek te worden. Met kraampjes en dat soort dingen, met wat verlichting. Zo. Ik heb kerstversieringen nodig. Kan jij ons daarmee helpen? Dankjewel, ook zo. De Aardig Onderweg Award bestaat inmiddels 10 jaar. De prijs werd in 2011 in het leven geroepen om initiatieven te ondersteunen die de regio Rotterdam mooier, slimmer of duurzamer moeten maken. Maar dit jaar is alles anders. De hele wereld is zwaar getroffen door de coronacrisis. De vraag naar mensen met nieuwe ideeën en frisse oplossingen is groot. Overal is er de behoefte aan perspectief. Daarom bundelen deze vier mensen hun krachten. Het is een hele rare tijd. Ik denk voor iedereen. Heel veel dingen kunnen niet meer. In de horeca is je over op bijvoorbeeld bezorgen. Maar ga er maar eens aan staan. Ja, de stemming is wel wat grimmiger geworden, moet ik zeggen. Vooral in het werk wat ik doe, je ziet dat veel jongeren toch ook hun structuur kwijt zijn. Ik heb natuurlijk de Aardig Onderweg Award gewonnen, was in 2018. En nu ben ik in de gelegenheid om iets terug te doen. En waarom deze vier? Omdat ze allemaal een keer de Aardig Onderweg Award hebben gewonnen. En daarvoor moet je wat in huis hebben. Want elk jaar weer hebben tientallen start-ups zich opgegeven om met de meest originele, duurzame en vernieuwende ideeën mee te dingen naar een mooi geldbedrag. Om hun initiatieven boost te geven. Veel van de winnaars, maar ook andere deelnemers, zijn intussen uitgegroeid tot goedlopende bedrijven en stichtingen. Zoals Jarige Job, Falafel, Stichting Bond, Jets Foundation, iKapitein. Te veel om op te noemen. Vanwege de pandemie doen we dit jaar anders. De Aardig Onderweg Award maakt een special over de coronacrisis. Dit jaar worden niet start-ups ondersteund, maar juist mensen die het zwaar hebben in deze tijd. Zoals ouderen en horecaondernemers. Daarom hebben we een viertal gevallen geselecteerd die we gaan voorleggen aan onze winnaars. Wat kunnen zij met hun ervaring en creativiteit voor deze mensen organiseren om hun leven weer wat aangenamer te maken? Bewoners zijn ook angstig voor het virus en blijven hierdoor meer op hun kamer. Daar kom ik bij mevrouw Ladestein. Zij is dit jaar 100 jaar geworden en is altijd positief en is nu dus bang om het virus te krijgen. Haar zou ik graag het zonnetje willen zetten en ik hoop dat jullie mij daarbij kunnen helpen. 100 jaar? Ja, het zal best wel zwaar zijn nu ook als ouderen in een verpleeghuis. 100 jaar en dan nu dit meemaken. Ja. Bizar. Ja. Bizar hoor. Maar wat zouden we voor ze kunnen doen? Het moet dan wel aan een paar voorwaarden voldoen natuurlijk. Dus we willen dat het veilig is. Iets feestelijks. Iets feestelijks. Ja. Waar zij, maar ook andere bewoners even een pleziertje uithalen. Als je 100 jaar bent, dan moet je dat ook kunnen vieren dat je 100 jaar hier op aarde rondloopt natuurlijk. Ja, inderdaad. Ik denk dat het wel leuk zal zijn als je met kraampjes en dat soort dingen, met wat verlichting, weet je, dat je toch dat kerstsfeerige gevoel zeg maar terugbrengt. Wie van ons voelt zich daartoe geroepen om dat te gaan doen? Nou ja, een feestje organiseren, dat wil ik wel graag doen eigenlijk. Ik vind het ook wel wat voor jou met deze oudjes. Ja, ja. Toch? Ja, vind ik ook wel leuk. Ayouk won de laatste editie van de award met een verrassend concept. Omdat ze een hekel heeft aan eten weggooien, bedacht ze samen met haar zakenpartner Chivo een manier om van overgebleven voedsel falafel te maken. Het groeide uit tot een ware hit. Ik denk dat ik ook wel heel erg ben opgegroeid met het idee dat eten iets heel waardevols is en dat je het moet delen. Ik ga een kerstmarkt organiseren in een verpleeghuis en dan gaan we één persoon in het bijzonder in het zonnetje zetten. Een dame van 100 alweer. En ja, dat is natuurlijk mooi, want ja, eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem nu met corona en de feestdagen. Ik ga muziek regelen, ik ga kerstmarktkraampjes regelen en we gaan er een grote coronaproof feest van maken. Sinds de corona-uitbraak is mevrouw Ladestein enorm voorzichtig. Ze blijft vooral op haar kamer en dan worden de dagen lang. Ik blijf veel meer op mijn kamer. Ik zit op mijn kamer en ze komen 's morgens mijn ontbijt brengen en mijn lunch. En de mensen gaan weg, want ik blijf in mijn stoeltje zitten. Ik heb geen zin om ziek te worden. In het verzorgingstehuis van mevrouw Ladestein zijn de activiteiten en bijeenkomsten grotendeels geschrapt, waardoor voor veel bewoners het leven saai en monotoon is geworden. Jordi, die een warme band heeft met mevrouw Ladestein, ervaart dat elke dag weer. Normaal gesproken zit er een hele gezellige feestmaand.
En eigenlijk door het COVID-virus zijn we heel beperkt in de dingen die kunnen en mogen. Wat mevrouw Ladestein eigenlijk vooral mist, is haar dagelijkse babbeltjes. Ze is eigenlijk zo bang voor het virus om besmet te raken dat ze op haar kamer blijft zitten en uit de buurt blijft van andere bewoners, personeel. Eigenlijk leeft ze heel erg geïsoleerd op dit moment. Oftewel, een kerstmarkt om een beetje uit de sleur van alle dag te komen lijkt helemaal geen gek idee. Nou, als je een feestje wil organiseren, dan kan je het aan mij overlaten. Moet nu alleen coronaproof, maar dat komt helemaal goed. Ik ben gewoon rond gaan bellen, ondernemers bij elkaar gezocht. Dus ik ben eigenlijk door heel Rotterdam heen gaan rennen, zodat we een leuke kerstmarkt konden neerzetten. Ayouk heeft via de Aardig Onderweg Award een flink netwerk weten op te bouwen. Er moeten toch wat mensen te porren zijn om met leuke spulletjes een kraampje te komen bemannen of bevrouwen? Nou, de appjes lopen al wel binnen. Ik zie hier mensen die duurzaam ondergoed kunnen verkopen. Ik heb kersttruien. Dus daar komt vast wel wat leuks uit. Ayouk's eerste bestemming is een organisatie die zich inzet voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een cateringbedrijf. En de vrouwen die hier komen werken, krijgen meteen een opleiding tot cateraar. Goedemiddag. Hi. Doe maar even zo. Ja, wij zijn met iets heel tofs bezig. Dit is voor een hele leuke dame in een verpleeghuis. En ja, die had eigenlijk heel graag allerlei kerstmarktjes af willen gaan dit jaar. Maar ja, dat gaat niet. Nee. En toen dachten wij, nou oké, dan brengen we gewoon de kerstmarkt naar het verpleeghuis. Wij doen daar heel graag aan mee. We vinden het sowieso belangrijk. Wij zetten ook ons in als welzijnsorganisatie voor de kwetsbare mensen. Ook mensen in verpleeghuizen. En wij dragen gewoon heel graag ons steentje bij aan dit initiatief. Op Ayouk's kantoor gaat de zoektocht verder. Ze belt met Sjoerd, die ook heeft deelgenomen aan de Aardig Onderweg Award. Maar die heeft het helaas te druk. Het gaat deze week echt niet lukken. Begrijpelijk. Ik ga gewoon verder zoeken en Ik heb nog wel een ideetje. We hebben ook kersthangers, mooie kerstkaarten. We kunnen natuurlijk wel pakketjes opsturen. Ook een beetje voor de aankleding van de markt misschien. Hebben we toch jullie mooie boodschappen, jullie mooie producten. En dan gaan we het gewoon zo doen. Lijkt me perfect. Ja, dat is wel een beetje balen dat ze het zo druk hadden. Ik weet sowieso nog wel een leuk barretje hier in de buurt. En dat is de winkel van Hazel. Zij is zelf ook getroffen door de crisis. Na de eerste golf startte zij haar winkel, maar na 3 weken kon ze haar deur al sluiten. We verkopen nu natuurlijk allemaal lekkere dingen, zoals de oliebollen. Maar ik heb ook hele leuke kerstcadeautjes. Precies, ja. Maar die kerstpakketjes of kerstspulletjes zijn misschien juist leuk, want dan hebben we ook echt meer een soort kerstvibe. Dus dat lijkt me wel een goed idee. Oké, goed. Dankjewel. Yes. Tot volgende week. Tot dan. Dag. Ja, de bouwmarkt moest ik ook nog zijn. Want we hadden kerstversieringen nodig en lampjes. Daar kende ik niemand. Dus dat was wel een beetje spannend. Want ik was er gewoon binnengelopen. Hey. Hi, wat kan ik voor je doen? Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Ik heb kerstversieringen nodig. En kan jij ons daarmee helpen? Yes, van die LED-lampjes. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, dit is gezellig, toch? Helemaal top. Zo. Nou, ik heb mijn handen vol. Helemaal gelukt. Een paar dagen later is het zover. Tijd om de hoofdpersoon te overvallen. Hallo, mevrouw Ladestein. Mag ik even bij u binnenkomen? Nou, wat leuk. Oh, wat ziet het hier gezellig uit zo met de kerstversiering. Leuk, hè? Bent u al een beetje in de kerststemming? Jawel. Ja? Jawel, hè. Oh, mooi. Mijn naam is Ayouk. Aangenaam. Leuk om u te ontmoeten, want ik heb een leuke verrassing voor u vandaag. Oh, wat leuk voor u. Ja. Echt waar? Echt waar. We gaan u even in het zonnetje zetten vandaag. Ik ben heel nieuwsgierig, hoor, wat dat is. En woont u al heel uw leven in Rotterdam? Jawel, ik ben in Rotterdam geboren. Ik ook. Geboren en getogen, ja. Ik ben geboren op de Hoogstraat. Echt? Midden in het centrum? In 1920. Ja, wauw. Ik ben geboren op de Hoogstraat. Wauw. Dus we zijn allebei geboren en getogen Rotterdammers? Jawel, jawel. Een goede Rotterdamse, hoor. Een goede Rotterdamse, ja, ja, ja. Leuk. En vroeger was u veel beneden, gezellig met alle andere bewoners. Maar beneden dus met alle mensen lekker onder elkaar, dat gaat dan niet meer? Nee. Nee, want dat doe ik niet. Nee. En ik hoorde dat u normaal altijd een mooi kerstdiner heeft, maar dat dit jaar vanwege corona niet meer kan. Nee, dat was beneden. Nou ja, dat was geweldig. Ja,
echt waar, dat was geweldig. Dat was vorig jaar. Dat is vorig jaar nog geweest. Waar zijn er twee meiden ook bij geweest. Ja. En dat was geweldig, maar dat is wel helemaal niet. Dit jaar niet, hè? Ik wil je heel erg danken voor dit gesprek. En wij komen natuurlijk niet met lege handen. Want ik heb zometeen nog een hele leuke verrassing voor u. Dat vind ik erg leuk. Ja, mevrouw Laanstein is 100 jaar, maar 100 jaar jong. Ze is nog hartstikke sterk en ze is nog helemaal bij. Zo, dat ziet er al lekker uit. Hallo Mirjam. Hi. Leuk dat je er bent. Leuk je weer te zien. Ook Hazel staat klaar met haar delicatessen. Die moeten natuurlijk wel door de baas getest worden. Goed gekeurd. Die bak jij zelf, hè? Ja, klopt. Kijk. We hebben vanochtend allemaal vers gebakken. Nou, en deze kraam ziet er nog extra feestelijk uit. Wat leuk. En dit is voor, dit kunnen mensen zo meteen kopen. Ja, de opbrengsten gaan naar 13-jarige Job en wij zijn een goed doel. Hartstikke leuk. Leuk aangekleed, jongens. Dankjewel. Helemaal ready voor zometeen. Ja, zeker. Ja, een kerstmarkt opzetten in recordtijd is niet makkelijk, maar het was zeker allemaal gelukt. De avond valt, de kerstlichtjes branden. Terwijl de eerste bewoners voorzichtig de markt verkennen, wordt onze hoofdpersoon erbij gehaald. Na maanden op haar warme kamertje schrikt ze toch wel even van de koude buitenlucht. Wat ik zag was eerst die koude wind toen ik van beneden naar buiten kwam. En toen zei ik tegen Jori, ik zeg, dat doe ik niet hoor, mijn tucht veel te veel wind. Hi, mevrouw van Adenstein. Hallo. Nou, u kunt misschien dit jaar niet naar de kerstmarkt. Dus wij hebben de kerstmarkt naar u gebracht. Oh, nou, dat is hartstikke fijn. Toen mevrouw Laanstein als eerst naar buiten ging, wilde ze volgens mij meteen weer naar binnen, want het was veel te koud. En ze had de kraampjes nog niet gezien. En toen zag ze die lichtjes en de versiering en toen hoorde ze de muziek. Ja, ze is alle kraampjes afgegaan. Goedenavond. Heb je iets lekker chocola voor me? Zeker, ik heb een doosje met hele lekkere chocoladebonbons. Lekker, doe maar. Lekker, ja. Gezellig. Trots op jou, staat erop. Ik wacht op jou. Trots op jou. Wat hebben jullie? Wij hebben kopjes van Rotterdamse klei. Wilt u er ook een beetje glühwein in of een chocomel? Doe maar chocomel. Dat kopje is van klei gemaakt van de Feyenoord. Van Feyenoord? Ja. Oh. Nou, daar geloof ik niks van. Ja, echt waar? Nee, ja. Ik ben daar door het bouwhek gegaan en heb daar gewoon klei geschept. Oh ja? Ja. Echt waar? Ja. Nou, dat vind ik knap van jou. Dat vind ik zo knap. De beloofde kerstspulletjes van Sjoerd, die zelf niet kon komen, arriveren toch nog met hulp van Ajoek zus. Ah, dit zijn die spullen van Sjoerd. Ja. Top. Oké, ik heb een plekje voor u. Kom maar. Ik vind het hartstikke leuk hoor. Ik had geen idee van de verrassing hoor. En dat is het vandaag wel geworden. En toen het laatste muziek, wat ik ook verschrikkelijk leuk heb gevonden. Nee, ik heb heel fijn gehad. Ja, ik kan niet klappen. De kerstmarkt is georganiseerd voor alle bewoners. Maar omdat er speciaal een oproepje voor mevrouw Ladestein was gedaan, gaat Ajoek nog even bij haar langs. Met een kerstgroet die ze totaal niet ziet aankomen. Om de kerstdagen toch een beetje gezellig te maken, heb ik nog een klein presentje voor u. Zullen we het even samen openmaken? Zo. Dag lieve! We hopen dat u een fijne kerst krijgt en dat u een leuk Sinterklaas heeft gehad. Doei! Dankjewel! Doei. Hallo lieve ma, wat heb ik gehoord? Gaat u de kerstmarkt openen? Wat leuk, ze wilde eerst koningin Maxima laten komen. Maar ze dachten, we hebben gewoon de koningin in huis. Dus we laten het ma lekker doen. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hou van u. Dikke kus en tot snel. Dankjewel. Dankjewel, ook zo. Dankjewel. Nou, zo kunt u toch een beetje bij ze zijn leuk, met de tablet. Nou, heel hard. Jullie zijn hartstikke dankbaar hoor, voor me allemaal. Toen kreeg ik zo'n, ja, ik weet niet hoe dat heet hoor. Zo'n vierkant ding. En als heel druk, dan zag ik de kinderen wat verschrikkelijk leuk heb gevonden.
Dat is het grootste cadeautje wat ik gehad heb. Echt waar. Mevrouw Laatstein laat zich niet zomaar kennen. Maar de eerste keer dat ik echt emotie bij haar zag, was toen dat filmpje begon. Toen zag je meteen aan haar gezicht van ja, dit heb ik toch misschien wel een beetje gemist. Ja, het is natuurlijk zo rond de feestdagen, hè, dan ben je normaal toch met familie en vrienden. En ja, voor veel mensen toch wel zwaar dat je dan niet kan doen wat je normaal doet en die gezelligheid kan opzoeken. En ik vind het ook wel een beetje een boodschap naar de buitenwereld van hey, denk even wat meer aan elkaar, stuur even dat kaartje, bel even diegene een extra keer op en ja, denk gewoon ietsje meer aan elkaar deze tijd. In de volgende aflevering gaan we proberen dit zwaar getroffen restaurant toch weer een beetje aan de gang te krijgen. Dus kost elke maand dat we open zijn 12.000, 13.000 euro persoonlijk. Hallo, hallo. Goedemiddag. Jullie kunnen wel wat hulp gebruiken volgens mij. Absoluut. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de RET.